Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen opgenomen woensdag 10 oktober. Het is nu nog wat mistig vanochtend, maar die mist die verdwijnt snel en dan wordt het een stralende dag. Nauwelijks bewolking, hier en daar misschien een wolkensluiertje. De temperatuur ligt vanochtend zo tussen de 13 en 15 graden en er staat een zwakke wind uit het oosten of zuidoosten. Vanmiddag stijgt het kwik door naar zo'n 21 tot 24 graden. Het is dan een ronduit zonnige middag bij een zwakke tot matige wind uit het oosten. Ook vanavond blijft het lang helder en als de zon ondergaat, dan is het een graad of 17. Vannacht daalt het kwik dan naar een graad of 11. Aan het eind van de nacht zien we in het zuiden wel wat meer wolkenvelden. En morgenochtend kan er in het zuiden misschien ook nog wel een spatje regen vallen. Elders zijn er zonnige perioden en in de middag wordt het ook in het zuiden weer vrij zonnig. De temperatuur loopt morgen opnieuw op tot boven de 20 graden. Het wordt zo'n 20 tot 24 graden bij matige tot vrij krachtige zuidoostenwind. Vrijdag ook zonnige perioden, misschien aan zee in de ochtend nog een buitje en zaterdag spant dan de kroon. Het wordt 23 tot 26 graden en het is zon overgoten. Vanaf zondag wordt het wisselvalliger en minder warm. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.